Algemeen directeur Bart van Inge en voorzitter Ton van Gade zijn woensdag met onmiddellijke ingang vertrokken bij NEC, zo maakte de club woensdagmiddag bekend. Donderdag reageert RVC-lid Leonard Ariens op het vertrek van de directie. We hebben dat in een constructief onderling overleg gedaan. En ik kan je vertellen dat afgelopen maandag een ongelooflijk moeilijke dag was voor de mensen die daarbij betrokken zijn geweest. Voor mij, voor de andere leden van de RVC die er nog zijn. En natuurlijk voor de personen wie het betreft. Als jij, zoals Ton van Galen, 18 jaar leiding geeft aan de OSRN, zo betrokken bent bij de club, dan is dat een emotioneel moeilijk moment om dan te zeggen, en een groot moment, want je stapt er ook overheen. Je zegt oké, ik geef nu de mogelijkheid nieuwe stromingen, nieuwe mensen, nieuwe kansen te geven. Vind ik ook een hele grote stap die ze nemen. Dit is gewoon een heel oprecht en open en goed gesprek geweest als het gaat om alles wat er te maken heeft gehad de afgelopen 3 jaar met NEC. De jaren die wij ook kunnen evalueren als RVC in zijn totaliteit. Want die was de afgelopen drie jaar op volle oorlogsterkte. En daar moet je van uitgaan, van die feiten. Daar hebben we dingen in gehaald, daar hebben we dingen niet in behaald. De degradatie is daar natuurlijk een enorm harde knal in geweest. Maar ik wil ook echt aangeven dat als wij niet ingegrepen hadden, en als we niet gedaan hebben wat we nu hebben gedaan, dat categorie 1 een heel erg groot probleem was geweest voor de licentie. En dan betekent ook zonder licentie geen voetbal. Voordat er begonnen kan worden aan de voorbereidingen van het nieuwe seizoen, is er eerst een nieuwe technisch directeur en algemeen directeur nodig. Eerst een TD en AD. Er is achter de schermen al heel veel gebeurd. We hebben al concrete contacten, maar ik kan nu nog helemaal niet zeggen over de status, hoe lang dat gaat duren. We hebben uiteraard, zoals er voor Bart ook een profielschets was, is er een profielschets. Die is er ook voor een technisch directeur. En die gaat zeker ook inhoudelijk kijken naar het feit dat NEC een club is met een eigen handleiding, laat ik het zomaar eventjes zeggen. Een club met uitdagingen, maar met ongelooflijk veel gepassioneerde mensen. Nou, daar moet je denk ik ook qua profiel in passen. Zoals dat in elk transferperiode is, gaat er iets gebeuren met je selectie. Ik kan geen uitspraak over doen wat de veranderingen zullen zijn. Ik denk dat de komst van een nieuwe TD daarin ook heel erg belangrijk is. Ik wil wel even benadrukken dat Edwin de Cruijff absoluut nog deze maand bezig is en vol werkt aan de selectie. Maar dat beslissingen ook, omdat het natuurlijk voor hem lastig is omdat hij na 1 juli weg is, beslissingen met de RVC en met een aantal adviseurs worden overlegd.